Zo Piet, we zijn nu bij de cadeautjes van RKVV aanbeland, hè? Zo, ja, inderdaad. We even kijken, hè? Dat zijn deze. De F'jes, als het goed is. De F'jes. Maar dat moet Bril Piet weten, die zit boven. Wat? Bril Piet. Wat is er nou, Piet? Wakker blijven, hè? We zijn met RKVV bezig. RKVV? Die vrouw blijft zijn hand. Ah! Voorzichtig, Piet, met die cadeautjes. Dit is toch F4, Piet? Dat is F4. Je moet daar. Echt wel op het stapeltje. Dit is de F3. F3? Ik heb hier een voor de eetjes. Heb je die ook boven? Nee, is er niet. Dit is voor de minis dan. Oh ja, dit is de minis. Dat moet wel. Ja. Dit is ook voor de minis. Volgens mij zit er een mini hier. De Sint is weer in het land, mannen. Het is tijd voor actie. Dat is waar ook. Ik heb nog wel mijn schoen gezet, maar er zat niks in. Nee, ik heb ook mijn schoen gezet, maar ik heb er nog wel een extra wortel in gedaan, maar er zat niks in. Ja, maar die zou je wel opgegeten hebben, Ronde. Maar hoe gaan we dat dit jaar doen? We hebben de mijter al een keer gestolen, we hebben de sleutels al gepikt en dat bakje pindas hebben we ook al een keer meegenomen. Ja, dat bakje pindas, dat is Ronde natuurlijk, baas. Maar elke keer zit die vervelende mijter ons in de weg. Ja. Ik heb een goed plan. We gaan voetbalpiet gaan ontvoeren. Goed idee, dan kunnen we ook gelijk de cadeautjes van de kinderen meenemen. Maar hoe had je het in gedachten? Jij kent toch, jij zit toch op RKV, kan jij niet wat regelen? Natuurlijk, ik kan wel wat regelen, maar wat wil je dan? Nou, iets van dat hij mee gaat trainen of zo, dat we hem daarna kunnen grijpen. Briljant! Dat gaan we doen. We laten hem meetrainen en dan gaan we gelijk de cadeautjes grijpen. Maar ik hoop wel dat jullie het beter doen dan vlugge Frankie, want hij zit nog steeds vast. Kom goed, baas. Ja, komt helemaal goed. Hey mannen, wat zijn jullie aan het doen? Nou, kijk baas, die brief is af. Ik weet zeker dat voetbal Piet dit gelooft. Ja. Hij weet zeker dat hij van Bas Steffen is. Dat is een hele mooie. Ik ga hem naar het grote Pieterpakhuis brengen. Doe me die even op. Ja. En ik hang daar ook gelijk een camera op. Dan kunnen we ze ook bespieden. Zie je me, Lange? Ja, ik zie je me, Lange? Halloween is toch al geweest? Zo, hier vindt die voetbalpiet hem wel. Zo Pieter, we gaan weer hard aan het werk, hè? Want er is nog een heleboel te doen. En de tijd die gaat dringen. Ga je weer naar boven, Bril Piet? Ja. Zo, even kijken waar we dit pakketje gaan neerzetten. En het zien staat er wel op. Hier met DHL. Allee. Piet. Wat? Hey. Een brief. Voetbal, Piet. Dat ben jij. Dat ben ik. Ja. Een brief Wat voor staat mij. Erin? Dat is spannend. Voetbalvereniging RKVV. Daar zijn we nou net mee bezig, met de pakjes van RKVV. Ja. Dat is toevallig. Ja. Kijk baas, baas. Kijk, voetbal Piet pakt hem. Ja. Kijk, dat gaat goed. Misschien hebben ze nog een extra bestelling van wat pakjes. Gaan we even voorlezen. Hoe is dat nou? Beste voetbal Piet. Bij deze willen we je graag uitnodigen om bij RKVV mee te komen trainen. Hè? Dat is mooi. Hoor je dat? Gaaf. We zien je graag straks verschijnen in de kleedkamer bij RKVV. Groetjes, hoofd scouting. Zo. Van RKVV. Gaaf. Nee. Gefeliciteerd. Wat de Piet ging uit fietsen, toen klapte zijn band. Hij moest... Ja, Michael. Hoi Michael, met Bas. Hey, Mike, luister. Ik heb gehoord dat er een hele goede Spaanse voetballer rondloopt op dit moment op de club. En ik heb gehoord dat een ander RKV-team ons al voor is. Maar hij traint dadelijk ergens. Zou jij even willen gaan kijken of het wat voor ons is? Want goede Spaanse voetballer, die kunnen wij wel in de selectie gebruiken natuurlijk. Ja, nee, is goed Bas. Nee, ik ga naar RKV en we houden contact. Oké, Bas. Tot ziens. Hij komt. Hij komt. Die lieve goeie Sint. Nee, dom boven voetbalpiet natuurlijk. Ja, maar we moeten toch een plannetje hebben om hem te pakken? Nou, ik zat te denken aan een lekkere sportlunch na de training. Ja, jij denkt altijd aan eten. Ik weet wel wat. Ik kan Roy Donders vragen of hij een paar worstenbroodjes voor ons gaat maken. Dat is lekker. Dat vind ik een goed idee. Ja, jij vindt het altijd een goed idee als het om mee te gaan. Ja, inderdaad. Goeiedag, met Roy van Royamies, gespecialiseerd in krullenkus, pailletjes en natuurlijk glitterkus. Wat kan ik voor u doen? Ja, je spreekt met mij. We hebben 40 worstenbroodjes van je nodig. Nee, dat wil ik helemaal niet. Je zorg maar dat je komt. Hey baas, moet je horen. Ja. Hey. Ja.
ga snel omkleden. Hey, voetbal Pietje. Ben je klaar voor mij? Ja, ik heb heel hard getraind in Spanje, dus ik heb er zin in. Je ziet er ook afgetraind uit, voetbal Piet. Een beetje jaloers op Rondo. Ja, zeker weten. Zo, zijn jullie klaar voor en hebben jullie een goede pak al aan? Ja, ja. Kijk eens. Maar we spelen hier toch altijd in het wit-rood-wit? Ja, maar dat is het uiterlijk van ons. Het uiterlijk, maar we spelen thuis vandaag. Ah nee, maar weet je, ik heb die shirtjes, die heb ik allemaal gejat, geregeld. Dus kijk, ik kan daar gewoon aantrekken. Kom, Bonte, pas jij ook. Nou, eens even kijken. Nou, voetbal Piet, waarom heb ik dat shirt nog niet aan? Nou, ik kom hier op stage en ik vind eigenlijk dat ik het shirt eerst moet verdienen voordat ik hem mag dragen. Nou, daar heb je eigenlijk wel gelijk in. Geef maar even hier. Dat klopt het allemaal. Goedendag. Hey, ben jij niet... Ja, dat klopt. Ik ben de enige echte Roy Donders. Hey, Roy, is het al rust uit? Nee, nog niet. Maar ik ga nu de keuken in om worstenbroodjes te maken. Helemaal goed, jongen. Aju. Jij wil nog wat eten, Rondo. Hey, hoofdpiet. Ja? De huispakken zijn op. De huispakken? Ja. Nu al? Ja. En nu? Ik heb wat gehoord. Roy Donders is bij RKVV gesignaleerd. Nee. Als ze sodemiet aan RKVV, bril Piet. De huispakken zijn op. Voor wie dan? Voor het bestuur, voor Henry Steffens en Frans Lange, Frans van Rossum. Dat is geen probleem. Ik duik vanavond mijn atelier in en dan ga ik weer nieuwe maken. De appen. Echt waar? Nee, maar van Henry moet je echt... Echt? Ja, dat komt een hele grote maken. Zo'n grote jongen. Dat komt goed. En van Lange Frans? Lange Frans. Echt zo goed. Een hele hoosje. Ja? Een hele hoosje. Is goed. Bedankt, Roy. Roy. Is goed. Worstenbroodje. Nee, dank. Oké. Okay. Roy. Adieu. Die waren lekker, hè, die worstenbroodjes. Heerlijke worstenbroodjes van Roytje. Ja, die waren echt lekker. Nou, kom maar op, voetbal Piet. Laat maar zien wat je kan. Hey Piet, kom eens op man, hey. Zo, wat komt u hier doen? Voetbal Piet, ik kom natuurlijk naar jou kijken. Ik ben gestuurd en ik denk ga kijken naar jouw prestaties. Nou, ik heb al even een warming upje gedaan, dus ik ben er klaar voor. Nou, ziet er zag al een beetje stekend uit. Jongens, ik ben met Michael hier. Dat is die ene die mij altijd gepakt heeft. Jezus, zullen we ze opsluiten? Ja, maar ik ga een beetje achteraan, want anders herkent hij me. Dat weet ik zeker. Kom op, jongens. Vergeet trouwens Sinterklaas niet te bedanken voor die lekkere chocolade. Die ik ga zeker een bedankje doorgeven aan Sinterklaas voor de chocolade. Succes verder, ik hou je in de gaten. Hè? Ik ga nog even verder mijn shirt verdienen. Kom voor Piet, we hebben genoeg gezien. We gaan lekker naar binnen. En neem je vriend ook mee. Michael, ga je mee? Ging hartstikke goed, man. Ja. Hier, de bol. Gaan we doen? Lekker de kleedkamer, hè? Lekker worstenbroodjes. Het zal geen eten worden bij jou, hè? Ja, gaan we even omkleden. Ja, dan een ronde, pak ze! Hij is thuis in het hok! Pak ze! Goed zo, wat is dit weer? Zo, die zit er lekker opgesloten. Kom, jongens, dan. Waar zijn die pieten nou? Ik moet ze gaan zoeken. Even kijken hoor.